We hebben vandaag heel veel kennis opgedaan, veel van elkaar geleerd, veel gehoord over nieuwe projecten. Maar vanuit Nexus Netbeheer hebben we samen met onze partners nu ook iets verteld over een project wat we nu al realiseren. Dus in Noord-Groningen zijn we nu al bezig met Waterstofwijk Wagenborgen. Wat van deze week in bedrijf genomen wordt. En volgende week worden de woningen al aangesloten. Dus het gebeurt nu al. Ja, jullie vroegen me hoe ziet nou de ideale waardeketen eruit voor de waterstof-economie? Ja, en eigenlijk is mijn antwoord daar een werkende waardeketen. En dan maakt het mij niet zoveel uit of die gaat via de industrie of de mobiliteit of de gebouwde omgeving. Als we maar, hebben we eigenlijk ook afgesproken vandaag, volgend jaar als we weer hier bij elkaar staan, kunnen laten zien dat er een waardeketen is die echt werkt. Dus concreet met een producent, met een vervoerder, met een leverancier en met een klant die waterstof gebruiken. En als we dat voor elkaar hebben, dan ben ik ervan overtuigd dat de rest van de waterstof-economie eigenlijk meegetrokken wordt. Iedereen wil vooruit en daarin komen we gewoon nog een paar uitdagingen tegen. Zoals de financiering, zoals de wet en regelgeving en zoals de vraagkant naar waterstof die echt nog een beetje op gang moet komen. Als we over de hele dag heen kijken, dan kunnen we concluderen dat die wil er echt is en dat we nu echt aan de slag moeten. We moeten beginnen met het bouwen van concrete projecten en die partijen die zijn er. Die hebben vandaag op het podium gehad. Dus ik kijk heel erg uit naar de komende jaren dat we daadwerkelijk concrete projecten zullen zien.